zit ik bij Arne Wolters van de Piet Hein. Wat voor bestuursvorm is dit? De Piet Hein is georganiseerd als een stichting. Ja. Ik ben lid van het bestuur en daarin vervul ik de functie van vicevoorzitter. Ja. Maar zit hier natuurlijk in een prachtige ruimte. Ja, wat is dit voor een ruimte waar we nu in zitten? Dit is de deksalon. Eigenlijk de huiskamer, kan je wel zeggen, van de koninklijke familie destijds. En bedoeld voor het sociale leven, waar het nog steeds voor gebruikt wordt als wij varen met onze gasten met de uitloop naar een prachtig achterdek en bovendek. Ja, nou wat heel erg in het oog springt hier zijn de stoeltjes. Er staan er ook een hoop, heel bijzondere stoelen die ik nog nooit gezien heb. Prachtig, wie heeft dat ontworpen? Nou, laat ik eerst zeggen dat ze nog origineel zijn. Dat is toch wel aardig om te weten. En het ontwerp binnenhuisarchitect Van Ravenstein heeft daarvoor gezorgd. Ja. Wel bekend ook van Blijdorp, onze bekende diergaarde hier in Rotterdam. Dat hele schip, hè, die Piet Hein, ik zie allemaal vrijwilligers rondlopen hier aan het schrobben en zo. Hoe zit dat in elkaar? Ja, in principe wordt het schip dus onderhouden door de stichting. Daarvoor hebben we onze vrijwilligers. Meestal uitgevaren mensen met de nodige papieren. Want ook zullen ze moeten varen met het schip als we gasten aan boord hebben. Ja, maar dat kost geld. Het schip moet onderhouden worden. Als je gaat varen moet het diesel in de tank. Hoe genereren jullie dat? Ja, het schip is zeer onderhoudsgevoelig uiteraard. Ook door het in stand houden van in de oude stijl. Daarvoor hebben we vrienden van de Piet Hein, die door een financiële bijdrage per jaar ons ondersteunen. En zeker niet de laatste, de sponsoren, bedrijven die in natura materiaal leveren of zelfs ook voor onze zaak uitvoeren, zoals verven en reparaties. Ja. Maar hoe exploiteren jullie dat schip nou verder? Nou, bijkomend, anders halen we het niet, want het kost inderdaad ook geld, is het schip dus beschikbaar voor vaartochten. Waar wij een kleine bijdrage voor vragen, ook voor de instandhouding van het schip. En daar kunnen gezelschappen, bedrijven, families gebruik van maken. Ja, en hoe kan je daarvoor aanmelden? Ik neem aan jullie website, hè? Ja, we hebben een website waar iedereen de informatie kan aanvragen en zich kan aanmelden eventueel voor vaartochten of andere bezigheden. Ja. Nou, als je zo'n dagje aan het varen bent, gaat de maag knorren, hè? Is er ook catering aan boord? Kan dat? Zijn er faciliteiten voor je? Ja, destijds moest natuurlijk de koninklijke familie ook voorzien worden van een heerlijke maaltijd en drankjes. We hebben een kombuis beneden deks en we hebben de pantry voor het uitserveren naar de gasten, zowel naar de salon als naar de dekken. Ik zou eigenlijk wel een rondleiding willen hebben hier. Kan dat? Dat kan. We geven graag een rondleiding, vooral beneden deks. En toevallig is onze gezagvoerder Kees de Jong aan boord. Een ervaren kapitein die al jaren op de schip vaart. En we zullen hem zometeen de rondleiding laten verzorgen. Lijkt me leuk. Ik wens jullie in ieder geval hartstikke veel succes met jullie Piet Hein. Dat gaat ons zeker lukken. Hier zitten we in de voorsalon van de Piet Hein. Dit lijkt mij de eetsalon van de koninklijke familie. Dat is correct. Hier werd 's ochtends het ontbijt, de lunch en het diner werd hierop gediend door de hofmeester. En de hofmeester kreeg het allemaal netjes van beneden uit de kombuis. Dat ging dan via een liftje, kwam dat naar boven. En dan deed de hofmeester dat zo uitserveren op tafel. Een liftje, nou dat is wel erg luxe voor die tijd al. Erg luxe. Ja. En dan zal ik u nog wat laten zien. We hebben hier nog kastjes, alles staat zeevast. Hier heb ik nog een soepkom van de familie. Ja, je ziet het, hoe ze allemaal zeevast staan. Het schip heeft ook een klutselmerk, mocht ook op zee varen. Prachtig servies met het logo van de koninklijke familie. Nou, dat lijkt mij echt goed spul voor verzamelaars. Ja, dat is correct. Want maar het blijft lekker hier staan. Er zijn zat oranjejagers. Die zouden er graag wat van mee willen nemen, maar dat kan niet, want het moet allemaal aan boord blijven. Waar gaan we nu heen, Kees? We gaan nu naar het stuurhuis. Oké. Ik zal je even voorgaan. Ja, mooi, oude stuurhut met mahoniehout. Kees, het ziet er oud en nieuw uit. Ja, dat is correct. Je ziet hier een hele hoop oud apparatuur nog van de jaren 36, 37. He, zoals dan zie je de boordlichten. Hier nog wat apparatuur. We hebben ook een hele hoop nieuwe apparatuur. Die worden dan door sponsors, onder andere radar,
en bocht aanwijzen, wat dus voor de wet voorgeschreven is als je in de mist vaart. We hebben een GPS aan boord. En hebben we hier ook nog de bank. De bank die wordt onderhouden door een sponsor, gauw als het bekleed moet worden. Maar ik zie gereedschappen, jullie zijn altijd lekker aan het knutselen. Op dinsdag komen we hier met z'n allen om het schip te onderhouden. Dus dan wordt hier door de elektronica wordt dan gewerkt, er wordt gesopt, er wordt getimmerd. Er wordt van alles nog wat gedaan. Het ziet er echt fantastisch uit. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de hal waar de gasten vroeger aan boord kwamen. Oké. Nu zie je in de hal gekomen waar vroeger de gasten aan boord kwamen. Je ziet hier allemaal schildjes hangen. Je ziet hier ook de sponsors hangen. Dat zijn, die hebben we hard nodig om het schip gaande te houden. We hebben zelf ook een schildje. Dus als de gasten zijn die een schildje meebrengen, geven wij ze ook een schildje. En dit is het schildje van de Piet Hein. Ja, een gezellige vereniging, hè? Ja, we hebben ook ongeveer 30 vrijwilligers. En daar hebben we het van nodig. Ja. Je staat al op de trap, dat betekent dat we naar beneden gaan. We gaan beneden naar waar de familie vroeger sliep. Kijk, jij hebt op de trap afgaan. Ja, nu zijn we in de hut gekomen van Prins Bernhard. Vroeger was dit hier een groot verblijf, dus het is twee keer zo groot. Hier stond ook een tweepersoonsbed. Is naderhand een schot ingekomen. Alles wat je hier nog ziet is nog in de oude stijl. Het houtwerk, een wasbak uit 1937 met warm en koud water. Nou, dat was luxe voor dat jaar. Alles wat je ziet, de lampen, de lichtbakken, is allemaal nog uit oude stijl. Dus die spiegels waar ze dus eigen, als ze eigen aangekleed hadden, in konden kijken, zitten allemaal aan de binnenkant van de deur. Nou, volgens mij sta je nu in de badkamer van de koningin. Ja, dat is correct. Het bad, de oude kranen van 1937, hier de oude wasbak, hierachter was een toilet. En als ze klaar was, dan ging ze naar de hut om de eigen verder aan te kleden. Ja, het is eigenlijk dezelfde hut als van Prins Bernhard, maar wat heel leuk is, dat is haar kluisje. Waar zij de juwelen in bewaarde. En dat is dit. En hier bewaren ze haar juwelen. Ja, dat is correct. Ik weet niet of er geld in heb gezeten, want dat geloof ik dus niet, maar juwelen werden hierin bewaard. Oh, dat ziet er prachtig uit. Dit moet de kinderhut zijn, Kees. Ja, dit zijn de slaaphutten van de twee prinsessen. Hier hebben de twee oudste prinsessen geslapen. De wasbak, alles is nog in de oude stijl, spiegels. En hierachter hadden zij hun douchegelegenheid en wasgelegenheid. En tevens hun toilet. Ja, wat een luxe voor die tijd, hè? Voor dat jaar 1937 wel. En dan hebben we ook nog een mooie twee vierpersoons gastenhut. Gaan we kijken. Oké, ga je voor. En de laatste hut is een gastenhut. Ik zie twee bedden links en twee bedden achter jou. Vier bedden voor, wie waren dat die hier kwamen? Voor gasten die zij hadden uitgenodigd. Nou, en je ziet het, ze hebben altijd ook een hele hoop ruimte. Oude wastafel nog netjes, alles nog lichtbakken. En alles weer met diezelfde luxe, hè? Alles ziet er prachtig uit. Voor de jaren 37 was dit heel erg luxe. En een hoop bergruimte. De gasten konden ruim de kleren weghangen en kasten voor alles en laders hadden ze. En er zitten ook in elk hut knopjes voor de hofmeester. Dus als ze behoefte hadden om 's ochtends een ontbijtje op bed, dan deed de hofmeester dat. Hoefde ze maar op het knopje te drukken en dan kwam hij opdagen.